Goedemorgen. Goedemorgen meneer, u wilt een kopje afslankkoffie proberen. Heeft u ooit al van afslankkoffie gehoord? Nee, eigenlijk niet. Ik zal het even uitleggen. Afslankkoffie is gemaakt van groene ongeroosterde koffiebonen. En doordat de koffiebonen niet geroosterd zijn, bevatten ze heel veel aminozuren. En aminozuren versnellen je metabolisme, je vetverbranding. Daarnaast bevatten er heel veel dieetvezels en die zorgen eigenlijk voor dat je de gedurende dag veel minder honger op een dag hebt. En als je eet, veel eerder een voldaan gevoel hebt. Dus die combinatie van en een snellere vetverbranding en veel minder honger op een dag zorgen dat je op een makkelijke manier, op een normale manier kan blijven eten zonder streng dieet, maar toch gewicht gaat verliezen. Hoe werkt dat dan met die vetverbranding? Ja, de koffie is gemaakt van ongeroosterde koffiebonen die heel veel aminozuren bevatten. Normaal gezien zit in koffie die geroosterd, de bonen worden geroosterd, gaat al het goede van de koffieboon gaat weg. Aminozuren versnellen je metabolisme en je vetverbranding. En dat is het feit dat je vetverbranding sneller gaat werken. Tevens bevat het ook het opgeslagen lichaamsvet dat je hebt, wordt ook aangepakt en wordt omgezet naar energie in je spieren. Dus je gaat je ook nog heel erg fit voelen gedurende de dag. Dat is de koffie. Het lijkt alsof er een klein beetje melk aan toegevoegd is. Dat is niet zo. Dat is de soja en de dieetvezel. Daarnaast zijn er ook nog acaiberry en ginseng toegevoegd. Die er ook nog eens voor zorgen dat je weerstand enorm wordt verhoogd. Omdat het barstensvol antioxidanten zit. Dat is de decaf zonder cafeïne. Dan zijn er natuurlijk ook altijd mensen nog die zeggen ik lust absoluut geen koffie. Ook geen probleem. Dan hebben we de capsules voor. Eén kopje koffie, 's morgens, dat wordt dan vervangen door twee capsules die je neemt. Eén capsule 's ochtends en één capsule voor de lunch. Dus als je niet van koffie houdt, moet je toch koffie drinken? Nee, als je hier gebruik wilt maken van onze groene koffie, van de werking en van het ontzettend gezonde product, kan je als je geen koffie lust toch gebruik maken van door de capsules te nemen. Verder zijn er eigenlijk geen varianten meer. We hebben wel de afslank chocolade. Voor mensen die zeggen, heel de dag gaat het absoluut heel erg goed met mijn koffie. Maar s'avonds als ik dan voor de tv zit, dan heb ik toch altijd een beetje het idee van oh, dan wil ik snoepen, snacken, dan krijg ik zin in allerlei dingen. Hebben we afslank chocolade. Je pakt een kopje afslank chocolade en je hebt 2-3 uur lang absoluut geen zin in snoep en zoetigheid. Zo kom je de avond ook zonder kleerscheuren door. Graag gedaan meneer.